Wat echt in opkomst is, een van mijn favoriete stukken vlees, is de sperrib van het rund. En daar hebben we heel veel verschillende soorten van. Mijn favoriet, na heel lang testen natuurlijk en heel veel merken uitproberen, is de Australische snit geworden. Want de Australische snit die is wat korter, die maken gebruik van een ander stuk rib. Qua vlees en vetheid is die van perfectie. De klaprib kan je op verschillende manieren uitsnijden. Als je die hele ribgedeelte uit de voorvoet neemt, zitten natuurlijk weer heel veel stugge en harde stukken bij. En er zitten ook heel veel benen waar heel weinig vlees op zit. En ja, dat is wat minder lekker. En waar je ook van kan kiezen, en dat is mijn favoriet, is eigenlijk het pianostukje. Pianostukjes zijn eigenlijk de vier eerste benen van de hals. Als we de hals hebben van de rund en waar de ribben beginnen, zeg maar, de eerste benen beginnen, dat is het pianostukje. En waarom heet het pianostukje? Deze bestaat uit drie benen. Als je zo kijkt, dan is het net een piano als ik op mijn toetsen speel. En het pianostukje heeft een hele mooie verhouding been-vlees. Nou heb je heel veel short ribs uit verschillende landen. Amerika is natuurlijk voorloper. Mijn favoriet is eigenlijk die uit Australië. Want die combinatie van been, mooi gemarmeerd vlees en een mooi klein goed stukje vlees is ideaal. Ook heel veel verschillende manieren hoe je dat kan bereiden. Je kan het langzaam garen. Dus bij wijze van spreken een nacht in de marinade in de ketel op 55 graden. En dan heet afgrillen. Je kan er een mooie Oosterse tint aan geven door met echte Oosterse kruiden te werken, met perensap en dat soort zuren. Dan krijg je een waanzinnig mooi stukje vlees mee, knoflook. Je kan hem ook direct op de barbecue doen. Dan is het raadzaam om in stukken te zagen. En dan ongeveer van deze dikte. Dat is ongeveer 2 duimen. Dat zijn mijn duimen. Waarschijnlijk bij iemand anders weer 1 duim en bij anderen weer 3 duimen. Perfect voor de barbecue. En soms hoef je hem niet heel zwaar te marineren. Peper, zeezout is eventueel ook goed. Je ziet hier de benen lopen en dan is hij ook zo gezaagd. Dus je kan hem niet, dit hele stuk kan je mee naar huis nemen. Ben je niet handig en heb je geen gereedschap, dan zit je een beetje om het hand. Want je moet hem wel even in laten zagen als je stukken direct op de barbecue wil. Eventueel kan je hem ook zo snijden dat je een lang been hebt. Niet mijn voorkeur. Je kan er natuurlijk ook wat anders mee doen. Je moet altijd in uitdagingen zoeken. Althans, dat doe ik zoveel mogelijk in uitdagingen zoeken. Het eerste wat ik altijd doe, is ik verwijder even dat stugge zeen. En je ziet dat je hem gelijk heel mooi op het vlies krijgt. Heb ik hier de beentjes eigenlijk blootgelegd. Dus echt dat beenvlies dat er overheen loopt, heb ik verwijderd. Dat is een vrij stug. Zo stug eigenlijk dat je het echt gaat proeven. En dan wil ik er eigenlijk iets bijzonders van maken. Soms met stukken vlees moet je een beetje out of the box denken. Iedereen heeft natuurlijk dit in zijn assortiment. En je moet er eigenlijk iets meer mee doen. Waardoor het nog bijzonderder is. Dus, ik draai hem nat om. Snij ik hem hierin. Het middelste beentje ga ik verwijderen. Het middelste beentje verwijderd, draai ik hem om. En verwijder ik aan deze kant dit vlees van dit beentje. Andere kant doe ik hetzelfde. Dan hou ik 2 van zulke stukken over. Het rood-witte koord, niet geheel onbelangrijk in een slagerij, zeg ik altijd. En dan hebben we eigenlijk een soort van vleeslolly. Voor de veiligheid, voor het gemak, want hij is nu heel erg dik. En dan rechtstreeks op een barbecue, dan zou hij slow moeten. Lage temperatuur slow koeken. Je krijgt hem niet direct gegrild. Dat gaat heel lastig worden op deze manier. Je kan hem ook vacuümeren en in de ketel, in het warm water, 55 graden,
ik zeg altijd in ieder geval 12 uur. Hè, want dan heb ik een verzachting van het vlees door het bindweefselafbraak en dat soort dingen. Je krijgt een andere structuur. En dan heb je gewoon een waanzinnig stukje vlees. Peper en zout op de grill. Super. Het vlees op zich is niet kostbaar. Maar je moet altijd rekening houden dat het vlees een been bezit. En vlees met been moet altijd relatief goedkoper zijn eigenlijk dan vlees zonder been. Want voor de been betaal je eigenlijk de vleesprijs, zeg ik altijd. De inkoop technisch valt het mee. Als je dit wil gaan maken, dan ben je er wel weer even mee bezig. Hè. Dan wordt het wel weer wat bewerkelijker. En dan gaat de prijs omhoog. Het grootste probleem met dit soort stukken vlees. En dan heb ik ook nog de uitgebeende variant ervan. Het grootste probleem met deze stukken vlees. Dit is de uitgebeende variant hiervan. Van deze. Het grootste probleem met deze stukken vlees is namelijk dat ze op een gegeven moment relatief te duur worden. En wat bedoel ik daarmee? Het is een bijzonder stukje vlees. En als het al te prijzig is, dan willen heel veel mensen het al niet kopen omdat ze het niet kennen. En als ze het niet kennen, dan gaan ze zeker niet experimenteren met een stukje vlees dat wat duurder is. Als ik als slager zeg dat dit een super stukje vlees is, dan moet de consument of de gast of de chef er maar van uitgaan dat het echt waar een super stuk vlees is. Verkooptechnisch, de short rib zoals we hem hier hebben, zit hier rond de 13 euro. Hier gaat hij al naar de 15 euro omdat ik het vlees moet afsnijden, dat ik verlies heb. Deze zijn inkooptechnisch al eigenlijk te duur, in mijn ogen. Dus die zit ongeveer op 17 euro verkoop. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat iets te duur vind in verhouding met het vlees en ook de onbekendheid van het vlees. Maar wil je iets speciaals, hè? Vooral horeca, we willen altijd wat speciaals en op zoek naar nieuwe dingen. De chuck rib, zoals we hem noemen. Ik vind het een waanzinnig stuk vlees. Super. Vergeleken met het staartstuk is dit stuk vlees eigenlijk veel duurder. Daar moeten we wel nuances in aanbrengen. Dan heb ik het over een staartstuk wat van een beest komt wat gras heeft gegeten. En dat is natuurlijk altijd goedkoper dan een beest wat graan eet. Dit is van een koe die graan gegeten heeft. Ga ik een picanje pakken van een graskoe. Gras heeft altijd mijn voorkeur, omdat ik dat wat dichter bij de natuur vind en ook de smaak wat natuurlijker vind. Die is altijd goedkoper dan een graangevoerd.